Romp, we hebben net de landenwedstrijd voor de Young Riders in Wierden achter de rug. Jij zat in het Nederlandse team, leverde de beste prestatie. 1 tijdfoutje in de eerste manche en foutloos in de tweede. En welk nieuws vertelde de bondscoach jou net? De bondscoach zei net tegen mij dat ik volgende week naar Hagen mag. Dat is natuurlijk een mooie wedstrijd als selectie om daar naartoe te mogen. Want dat betekent ook dat het Europese kampioenschap iets dichterbij komt? Het komt zeker een stapje dichterbij. En voor alle ruiters is het nog steeds dat ze hun best moeten doen en nog steeds moeten bewijzen. Kun jij vertellen wat Baluska voor een paard is? Het is een heel lief paard, heel rustig en in de ring wordt hij eigenlijk heel heet en met springen. En hij heeft vooral zijn eigen manier en op zijn eigen manier heeft hij zijn beste kwaliteiten. En dan is het voor jou als ruiter de zaak om het paard in de waarde te laten? Ja, dat is eigenlijk het meest van belang. Wat je in de ring moet doen, om zoveel mogelijk op zijn eigen manier te laten. En dan doet hij ook zijn beste prestatie voor je. Die tijdfout die je nu vandaag had, vond dat toch een beetje zijn oorzaak in de wedstrijd in Bonheiden? Ja, in Bonheiden moest ik ook als eerste van start. Was ik iets te hectisch de eerste ronde. En eigenlijk vandaag wou ik dat voorkomen. Maar misschien iets te veel, dus kreeg ik een tijdfout en de tweede ronde was ik wel foutloos. Maar in Bonheide, toen je iets te hectisch reed, had je 2 springfouten. Ja, omdat ik ruitenfouten kreeg, dat ik zelf te hectisch was. Daar kon het paard verder niks aan doen. Dan is dit dus toch een veel beter resultaat. Zeker. Jesper, je bent een beetje aan de familie verplicht hè, om het Europese kampioenschap Young Riders te halen, of niet? Ja, dat zeker. Mijn broers hebben het beide ook gereden, dus natuurlijk is het altijd mooi. Maar ja, het geeft geen garantie. In ieder geval heel veel succes op weg naar het EK. Dank u wel.